Het is echt de eerste keer dat ik zo'n paal sla. Ik heb ook werkelijk nog geen idee wat ik moet doen. Want ik dacht dat het echt slaan was met dat enorme heien. Maar ze doen dat hier op een andere manier. Dus dat ga ik ontdekken. Op 28 juni werd in de gemeente West-Betuwe in aanwezigheid van een flink aantal geïnteresseerden de eerste paal geslagen voor het nieuwe gemeentehuis. Voor wethouder De Geus een bijzondere gebeurtenis. Ja, dat is heel bijzonder. Zeker voor mij als wethouder. Dat is sowieso de eerste keer dat ik iets publiekelijks doe, zeg maar. En dan zo'n eerste paal voor onze hernieuwde gemeentehuis. Ik noem dat zelf, zeg maar, het huis van de democratie, wat we gaan bouwen. Dus dat maakt het wel heel speciaal. Wethouder Jan De Geus, directeur Philip Bosman, Henk De Man, vicevoorzitter van de gemeenteraad, en Rob van Duren van aannemer Wam en Van Duren gaven op papier wensen mee aan de eerste paal die de grond inging. Er zijn twee dingen die ze van mij verwachten. A, dat ik niet over het budget heen ga, maar dat vindt de raad met name. En ik vind gewoon dat er een uitstekend, hypermodern, duurzaam en op de toekomst voorbereid gemeentehuis komt. Dat is mijn belangrijkste. De funderingspalen voor het gemeentehuis worden geboord. Dit boren gaat gepaard met minder trilling en geluid. Met een boor wordt grond verwijderd en daarna wordt een paal gestort in het ontstane gat. Hoe het ook wend of keert, voor ieder gemeentehuis geldt. De raadzaal is het mooiste. Dat wordt voorzien van alle gemakken die je maar kunt voorstellen, zodat het zo transparant en open mogelijk naar geluisterd en gekeken kan worden voor de mensen buiten. In december hoopt de aannemer klaar te zijn met de nieuwbouw van de raadzaal en publiekshal.